Welkom bij dit filmpje over een stukje uit het Symposium van Plato, waarbij Diotima Socrates meeneemt op de speurtocht naar wat is nu Eros. En ze doet het nu met een analogie. Ze is eerst nu aan het uitleggen hoe het zit met poiesis. Poiesis, heeft ze net gezegd, geldt eigenlijk voor alles wat gemaakt wordt. Dat valt allemaal onder poiesis. Poiesis, afkomstig van poieo, maken of doen. Nou, Socrates zegt hier, jij spreekt ware dingen. Je hebt gelijk. En dan zegt Diotima, maar toch, zij, en dan heb je weer oist, de tweede persoon van oida, weet jij dat niet kalunthai, een medium vormpje in het presens, kan ook passief gebruikt worden. En dat is precies hier het geval. Dat niet genoemd worden poietai. We houden die vorm even in de Griekse vorm. En dan mag je een ze aanvullen. Maar toch, zei zij, weet jij dat ze niet poietai genoemd worden. En wat zou staan voor dichters. Maar Allah. En hier staat Allah naast elkaar. Dat is natuurlijk opvallend taalgebruik, waardoor de tweede Allah extra nadruk krijgt. Allah, onomata, die horen bij elkaar. Andere namen, egoezin, hebben ze. En ze hebben andere namen. Dus sommige mensen die dingen maken, worden niet een poietes genoemd, maar heeft een andere naam. Of krijgt een andere naam. Want, gaat ze uitleggen hier met en apo pases tes poieseos, dit is de genitivus van poiesis, vanaf heel het poiesis, vanaf de hele poiesis, hen morien aforisten, dit is een participium auristus passief, nadat een hen, het staat dus en, hè, niet en, maar hen, let er goed op het, dat doen we later, let goed op de spiritus, hen moren, ik denk dat het een nominatief is, want het is passief, één deel afgescheiden, nadat één deel is afgescheiden, nadat één deel is afgescheiden vanaf het hele poiesis, vanaf het geheel van poiesis. En deze to, die hoort bij hen morion. En zorgt ervoor dat je weet dat hetgene wat erachter staat een bepaling is bij dat hen morion. En dat is namelijk periten musiken kai ta metra. Eén deel. Periten musiken, wat betreft de muziek, en de metra, dus de ritmes, de maten. Nadat dat ene deel is afgescheiden, met de naam van het geheel, pros agoruietai, wordt het genoemd. Ja, dus je kan heel veel maken, maar alleen dit ene stukje over muziek en metrum, dat wordt poiesis genoemd. En dat zegt ze hier dan ook. Poiesis namelijk tuto monon kaleitai. Ook hier medium passief in het presens. Want slechts dit wordt poiesis genoemd. En hoi egontes, participium gesubstantiveerd, degene die hebben tuto to morion, dit gedeelte tes poieseos van de poiesis. En dan mag je weer kaleitai aanvullen, of kaluntai in het meervoud eigenlijk, worden poietai genoemd.
Nou, Socrates is het hier nog steeds mee eens. Ik zei, je spreekt ware dingen, oftewel je hebt gelijk. Nou, nu komt ze met de analogie met liefde. Je mag hier een esti aanvullen. Huto esti, zo is het dus ook. Periton erota, wat betreft de liefde. Tomen kefalaion, samengevat of kort gezegd. Esti is pasa he, genitief is meervoud, toon agaton. En dan hier het woord dat bij pasa he hoort, epithumiai. Heel het verlangen naar toon agaton, genitief is objectief is, naar de goede dingen. En to eudaimonijn, een gesubstantieerde infinitief is, en naar het gelukkig zijn. Dus heel het verlangen naar goede dingen en naar het gelukkig zijn. Ho megistos te kai doloros eros. Is de grootste, die staat hierboven, de grootste en verraderlijke liefde voor iedereen. Dus iedereen wil de goede dingen en gelukkig zijn. Oftewel, iedereen zou een Erastes genoemd kunnen worden. Maar dat is niet zo. Maar, hoi trepomenoi, weer gesubstantiveerd participium, degenen die zich richten, allei polagai, op vele andere manieren, op haar of op hem, in ieder geval het gaat over die eros, die liefde. En dus degenen die zich op andere manieren daarop richten. En dan krijgen we drie voorbeeldjes, drie opties. En die zijn verrassend actueel. Ik zal eerst even de offen aangeven. Of door middel van, dat is deze kata en die hoort bij grammatismon. Of door middel van geld verdienen. Dus mensen die proberen gelukkig te worden door geld te verdienen. Of door middel van sportfreak zijn, enthousiast zijn over sport. Of door middel van veel nadenken, streven naar wijsheid. En dus dat zijn manieren om gelukkig te proberen te worden. Ute, niet, eraan, liefhebben, kalumtai, zij worden genoemd. Zij worden niet genoemd lief te hebben en ook niet erastai, minnaars. Maar hoi de iontes, dit is dit gesubstantiveerde participium, en dat komt van eimi gaan. En eimi gaan met dat kata hoort, betekent zich toeleggen op, maar degene die zich toeleggen op, en let op, want hier staat weer hen en niet en, dus dit is één, maar degene die zich toeleggen op één soort, en espoudakotes, participium perfectum, ook gesubstantiveerd nog steeds door die hoi, en die specialist zijn, hè, in die ene soort dus, is goed zin hebben de naam to holu, van het geheel. Namelijk erota, eros, liefde, en liefhebben, en minnaars. Nou, en dan zegt Socrates, nadat hij twee keer achter elkaar heeft geantwoord met je hebt gelijk, hè, oftewel je spreekt ware dingen, zegt hij hier, je lijkt alete
Legijn, je lijkt ware dingen te zeggen, zei ik.